Boy with Big Cock. Ja. Daar ligt nog van alles. Er staat er tegen de muur promiscuees, prons, prontificaals. Jacques Tange nodigen natuurlijk voor de niet netjes tentoonstelling, exhibitie in het stedelijk aan het vervangen en verhangen. Loop maar eens eventjes mee in de Rand Museum. Want wat moet dit allemaal? Wat vermag? Wat doet? Nee, dit is gewoon hartstikke mooi. Kijk. Net afgemaakt. Hier ja, ook nog mee. Inderdaad. Want het moet volgende week, 20 mei, moet het open. Dan wil je nog Batman met een D. En volop al dan niet verdroten, onverdroten naar binnen gesproten, zeker gespoten. Beneden zijn de eerste stukken ook al binnen. Ja. Van? Gerrit Terbeek uit Groningen. Dus die had een heel eind af te leggen voordat het hier was. Rob Scholten. Dat krijgen we waarschijnlijk maandag binnen. Levert ook weer het nodige afgestompte werk af? Uiteraard. Kijk, even kijken. Dit is dan chef Hendricks. Die heeft allerlei wolfjes in schaapskleren op insignes gemaakt. Zeker van die prachtige bronsjes zijn het allemaal. Veel billenpartijen natuurlijk. Van de bekende tangenhand. Deze komt de Dito Stijl, die gaat mee. Ja. Hebben we nog zelfcensuur aangebracht naar aanleiding van de commotie in de oud-katholieke kerk. Ja. Nee, zelfcensuur doen we niet. Kerkgangers aanstoot namen. Ik zou het geen censuur noemen, ik zou wel rekening houden met het publiek. Dus dat is het enige. Bang voor aanslagen maar eventueel? Hier laten we dat allemaal gaan hoor. Iedereen mag hier binnenstappen, daar gaat het niet om. Maar ja, wie hier binnenstapt moet alle hoop laten varen dan maar. Dus, En eventjes daar dan het eindshot pakkend, waar is het allemaal goed voor dan al tegen, om het even, waar verlaagt of verheft het Stedelijk Museum Schiedam zich hiertoe, vanuit het oude bordeel van de Burgerwacht, annex de Schutterij, waar u zich in heeft verschanst? Ja. Maar wat het museum er aan heeft, dat moet nog blijken. Maar ik heb zo'n idee dat het aardig druk gaat worden. Dus, De directeur heeft het gelast, hè? Ja. Hoe heet die ook alweer? Deirdre. En die wil in ieder geval de geslotenheid wat meer opengooien. Letterlijk en schriftfiguurlijk. Daar komt het wel op neer, ja. Dus de deur openzetten. Eens dus je bent de eerste gastconservator die genoot is? Ja, klopt. En ja, het is altijd wel leuk om daarover na te denken. Wat ga je daar doen? Nou, voor ons was dat natuurlijk niet moeilijk, maar ik denk voor de volgende. Ik zou het niet weten, we zien het wel. 13 voornamelijk mannelijke kunstenmakers, potsenbakkers, doen er mee? Nee, wacht eens. Ja, het is wel meer een deel, helaas wel. Maar er zitten dames bij hoor. 1, 2, 3. Overwegend 4. Vrouwelijk naakt dus. Ja, en dan wilde ik veranderingen brengen door inderdaad Boy with Big Cock eventjes. Dus je hebt een variatie op het thema betracht. Ja. 20 mei, officiële opening. Officiële opening. Stedelijk. En dan in juni zetten jullie het hier voort. Ja. Plompfloort. Ja. Je bent er nog druk mee en ik zie... Nou, ik moet mijn werk nog afmaken zelfs. Dus. Die gefronste wenkbrauw, gezichtsuitdrukking, dat je denkt van uit mijn aura. Nee, uit mijn aura nou. Nee, altijd gezellig als jij er bent, maar... Je moet door. Vreed tijd. Dat bedoel ik. Nou, er kan niet meer op ingetekend worden in ieder geval. Dus even kijken wat we nog meer verschaft krijgen. Voorzichtig aan. Ja, met die vleesverdochte klauwtjes. Ingepakt, al die dingen zie je dit. Oh ja, het staat allemaal omgedraaid. De touwtjes eromheen. Ja, dan moeten we hier nog maar even ons er goed aan doen. Het een en ander ingepakt. Met goed onfatsoen. Het is allemaal redelijk besmuikt werk hoor. Ik kreeg nog een tekening terug uit Haarlem. Oh. Dat stond daar ook al sinds 2004. Oh. Het is ook nog, toen was het niet netjes al, weet je. En Stedelijk is natuurlijk geen galerie, maar hier kan er wel volop je slag worden geslagen. Ja, alles is te koop. Alles is te koop, alles kun je kopen. Behalve mijn ziel en zaligheid. Dat is ook een hele oude niet netjes, ja. Zicht, om niet te zeggen blik, op de rails. Solo exhibition. Ja, ze is netjes bedacht tegen de mensen en
Niet te stelpen hopen erop af komen stromen en lopen. Ja, precies. En wel komen. En je weet gesproten. En gespoten. Onverdroten. Het wordt helemaal top.